FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macron Sport, Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling en Scoremaster. Speel mee en win ballen voor je club. Na het bekerdebakel tegen VVSB moest de Bosschenploeg aantreden in Deventer tegen de plaatselijke Go Ahead Eagles, de nummer 6 van de Jupiler League, moet ik zeggen. Uitstekende ploeg die de laatste weken wat minder presteert en daarom is ook trainer Demmers vertrokken. En ook bij Den Bosch de afgelopen dagen natuurlijk veel reuring, veel gedoe, wat uiteindelijk leidde tot het ontslag van trainer René van Eck. De druk vanuit de supporters en allerlei mensen rondom de club werd zo groot dat uiteindelijk bestuur besloten heeft deze maatregel te moeten nemen. Go Ahead Eagles begon fervent en fanatiek aan de wedstrijd en zocht het vooral via de snelle buitenspelers. Randy Wolters hier naar rechts uitgeweken, aardige voorzet richting Tenden, kopballetje en de eerste bal voor de veel geplaagde keeper Kees Heemskerk, die gelukkig de eerste bal meteen goed pakte, lekker voor zijn zelfvertrouwen. Ga er maar aan staan voor 6666 toeschouwers, heel Nederland zo'n beetje over je heen gehad en dan meteen daar weer aantreden. Maar Go Ahead Eagles ging verder via Sagota en zorgt natuurlijk ook de andere buitenkant en dat was Maatsen, die kennen we ook nog van FC Den Bosch, die gaat hier om dit veld heen, komt er een voorzet. En gelukkig staat Jonas Heijmans daar goed op te letten voordat Randy Wolters die bal kon inkoppen. Kopt hij de bal over zijn eigen doel. Maar het was duidelijk, Go Ahead Eagles wilde aanvallen en wilde meteen laten zien dat zij de sterkste waren in de Adelaarshorst. Maar het waren erbarmelijke weersomstandigheden, stormachtig en regen streamde neer. Op het grasveld. Het was dus ook moeilijk voetballen gaandeweg de wedstrijd. Maar hier via Sander Duits natuurlijk weer die aanval naar de rechterkant. Daar Maatsen. Bal waait wat terug. Dan weer een kopbal van Sipaar. En die bal die gaat naast het doel. Maar het was duidelijk wat de Go Ahead Eagles wilden. Bij balbezit van Den Bosch gingen zij achteruit achter de middenlinie. En vervolgens zochten zij de counter, de snelle buitenspitsen, om het Den Bosch moeilijk te maken. Ook hier weer. Tenden, gevaarlijke actie hier van Heemskerk, loopt net goed af. En via een verdediger van Den Bosch gaat de bal over de achterlijn en levert dat een hoekschop op. Maar ook Den Bosch ging aanvallen. Hier via Zelderus, mooie actie, gaat hier om zijn directe tegenstander heen en komt dan een beetje op snelheid. Dan zie je daar een mooie loopactie van Carlone en komt de bal precies op het voetje van Havar. Iets te hoog, kan er net niet bij om die bal in één keer te nemen. Dan in tweede instantie knalt hij de bal over de kruising. Maar de eerste mooie aanvallen van Den Bosch was een feit. En dat was in de 16e minuut. Slivka hier in de problemen gebracht, maar perst toch een hele mooie paas uit. Gaat Carlone er vandoor. Carlone geeft nu de bal aan Kaluta. Kaluta krijgt hem voor zijn linkervoet. Moet hem natuurlijk ook rechts krijgen. Maar die wordt goed de voet dwars gezeten. Besluit om de bal naar Carlone te spelen aan de buitenkant. Gaat om zijn mannetje heen. Tenminste, dat is de bedoeling. Voorzetje. Kaluta kan er net niet bij. Komt de bal nog bij Slivka. Lage voorzet. Zelfde rust. Die kan er net niet bij. En is de actie helaas voorbij. En begaat Disveld daar een overtreding. Scheidsrechter Baks die pittig optrad tegen allerlei overtredingen en weinig echt toeliet, maar toch een uitstekende wedstrijd floot. Hier een afgezwaaide bal, ja, die komt via de wind, komt hij weer terug bij Wolters. Die dacht, laat ik het zelf eens proberen richting de linker bovenhoek. Maar die bal die zeilde naar buiten, tweede helft. Daar zou de Bos toch eens wat meer mogen gaan proberen. Dat gaat hier ook gebeuren via Zelderust. Kan nu de bal naar buiten spelen, naar Slivka. Probeert een paasje. Was goed afgeschermd, maar het levert toch een hoekschop op voor FC Den Bosch. Dat in de tweede helft duidelijk beter speelde als in de eerste. Iets of wat voordeel had van de wind. Hoekschop. Bijna een eigen doelpunt. Bij Go Ahead Eagles. Bal werd op het laatste moment nog overgetikt door de uitstekende keeper Theo Zwartdoet. En dan gaat hij weer Maatsen. Ondertussen dubbele dekking. Die speelt Jonas Heijmans hier wel heel makkelijk uit. Voorzet. Er wordt gelukkig goed opgelet. In dit geval door Hofstede. Die tikt de bal over de achterlijn.
En levert dat weer een hoekschop op. Maar ook die zijn gevaarlijk bij de Go Ahead Eagles. Indraaiende hoekschop. Wordt de bal ternauwernood naast gekopt door Robin van der Meer. De boomlange linksback van de Go Ahead Eagles. Die regelmatig mee naar voren toog. Hier, ze waren toch wel eventjes kwijt hier. En die bal die gaat maar net naast. Wederom een hoekschop. Heemskerk goed uit zijn doel. Schot Sarota. Wordt wederom door Heemskerk gestopt. Maar Go Ahead bleef aanvallen. Hier nogmaals die reactie. Op met één hand weggestopt. En dat schot van Sarota. Wederom op de vuisten van Heemskerk. Hier voor de derde keer. Met de vuist redding gebracht. Die bal die maakte wel wat rare. Oeh, wat doe je daar nou, Randy Wolters? Begaat daar een beetje smerige overtreding ten opzichte van Zelderust. Ja, en scheidsrechter de Baks, die aarzelt geen moment. En deelt hier meteen direct rood aan Randy Wolters. Het is niet de eerste keer dat hem dat overkomt. Zijn vader had hem nog zo gewaarschuwd met de wedstrijden van Jong Ajax en VVV in het vooruitzicht. Om geen gele of rode kaart te pakken. Maar ja, het zit een beetje in het spel opgesloten van Randy Wolters. Zo nu en dan verliest hij zich. Jammer, want hij speelde een heel aardige wedstrijd. Deze ex-FC Den Bosch speler. Baks die zegt nog eens tegen Wolters. Ja jongen, gewoon het veld verlaten. En de Eagles moesten met 10 man verder. Waren een beetje vleugellam geworden daardoor. En FC Den Bosch kreeg daardoor kansen. En Javert bijzonder boos op Randy Wolters. Dan komt bij Den Bosch Zelderust daar. Die krijgt wat meer kansen, maar eerst via Havard. Havard, mooi 1-2'tje met Kaluta. Brengt Havard vrij voor keeper Zwart. Nu gaat het daar gebeuren op de voeten van Zwarthoed, die op tijd was uitgekomen. Zwarthoed die altijd goed speelt tegen FC Den Bosch. Hier nog die mooie combinatie tussen Havard en Kaluta. Mooi 1-2'tje. Echt een mooi op maat. Probeert hem te passeren, maar dat lukte niet. En vervolgens ging ook Go Ahead. Eerst nog een aanvalletje van Den Bosch. Weer een mooie splijtende pas. Nu zelden rust voor Zwarthoed. Maar die was weer uitstekend zijn doel uitgekomen. En plukte de bal weg voordat zelden rust voor een tweede keer gevaarlijk kon worden. Hier nogmaals die mooie paas wederom van Kaluta. Brengt zelden rust wat schuin voor het doel. Probeert het in één keer. Maar Zwarthoed was op zijn hoede. Hier een voorzet van Bodaar komt Kaluta, die gaat tegen Klaas zelf eens doen, maar weer die dekselse Zwarthoed. Tikt die bal nog met zijn linkerhand over de achterlijn. En Kaluta denkt, hoe is het mogelijk? Die Zwarthoed, die heeft gewoon weer een dag van zijn leven. En ook in de herhaling krijgt hij hem natuurlijk niet in. Go Ahead Eagles. In de aanval. Doen ze niet onaardig hier een snelle paas natuurlijk weer via Maatse Bodaar. Mooie paas door de beentjes zelfs. Oh, Bodaar die wat ongelukkig weggewerkt. En dan is het uiteindelijk daar de invaller Jerry van Ewijk die daar een prachtige kans krijgt. Maar de bal gaat gelukkig althans voor Den Bosch over het doel. Hier wederom Maatse. Sneller dan Bodaar en Bodaar trekt hem aan zijn shirtje. Ja, en dan is het natuurlijk wachten op een gele kaart. Dat is duidelijk. Daar is geen discussie over mogelijk. Bodaar loopt tegen een gele kaart aan. Nick Vossenbelt die eerder al een gele kaart had gekregen. 2 bij Den Bosch. Maar ook bij de Go Ahead Eagles 2 gele kaart, 1 rood. Hier natuurlijk een vrije trap. Oeh, bijna. Maar gelukkig was er al gefloten voor buitenspel. Maar het was toch weer een gevaarlijke situatie met Sarota in dit geval. Nogmaals die vrije trap. Maar daar zien we toch al de vlag van de grensrechter de lucht ingaan. En was het buitenspel. Maar hier weer een vrije trap voor de Go Ahead Eagles. Heemskerk zet zijn muurtje klaar. En dan is natuurlijk Sander Duits, de specialist bij de Eagles. Met zo'n zwabberbal. Maar wederom Heemskerk op zijn post. Tweede instantie. Gelukkig was Heemskerk er weer helemaal bij. En verrichtte die prachtige reddingen hier op deze vrije trap van Sander Duits. Nogmaals die vrije trap. Zo'n zwabberbal. Toch moeilijk hoor om die bal goed tegen te houden. Maar Heemskerk zat er goed bij. Hier Den Bosch weer in de aanval via Havard. Havard speelt de bal met rechtsdoor. Komt de bal met een gelukje bij Kaluta. En wederom Zwarthoed. Ja, die had de avond van zijn leven. Was onpasseerbaar voor de voorwaartse van FC Den Bosch. Kaluta die hem wat met een gelukje kreeg hij hem via Zelderust voor zijn voet.
Maar probeer het toch. Hier zitten we al ruim in de toegevoegde tijd. En krijgt de Mos dan nog een kans via Slivka. En naar de ingevallen Essayas. Essayas, gaat hij het dan doen? Wauw, te laat gereageerd. En wederom Zwartoet op tijd uit zijn doel. En voorkomt hier de 0-1. Dan is de wedstrijd nog niet helemaal afgelopen. Als scheidsrechter Bach liet nog wat doorspelen en krijgt Go Ahead Eagles nog een kans hier. Een enorme pegel van Sarota. Dan Maats in de laatste seconde. Is het wederom Heemskerk die een punt pakt voor FC Den Bosch. En dat komt hem goed uit na al die ellende. Al die bagger die hij over zich heen heeft gekregen. Maar wat heeft Den Bosch toch een mogelijkheden gehad om hier te winnen bij de Go Ahead Eagles. 4-5 keer verschenen zij voor het doel van Zwartroet. Maar helaas was het vizier niet scherp genoeg. Ook hier gelukkig niet van Maatsen. En was Heemskerk er op tijd bij. 1 puntje dus voor interimcoach Paul Beekmans. En hier de uitblinker Zwartroet bij de Go Ahead Eagles. Die luidkeels werd toegejuicht. En de Bos zal het aanstaande vrijdag opnieuw moeten gaan proberen in en tegen Helmond. Tegen Helmond Sport. En dan met de nieuwe trainer Wiljan Vloed. Hij mag gaan bewijzen dat de selectie goed genoeg is richting de play-offs. Dus top 10 moet gehaald worden dit seizoen. Dat vinden ook de spelers van FC Den Bosch.